We zijn niet in Hardenberg, maar juist in Tiel, of in Beneden Leeuwen eigenlijk. Omdat mijn auto hier in Beneden Leeuwen bij John de Heide geserviced wordt. Een rallyauto die moet altijd geserviced worden, noemen we dat. Dus dat betekent dat die voor de rally geprepareerd moet worden. Vaak is er wel wat schade aan de auto, omdat we ergens tegenaan gereden zijn. Aankomende zaterdag is de Vechtelrally in Hardenberg. De Vechtelrally is een van de 7 rallies op de kalender van het Nederlandse rallykampioenschap. Daar wordt een gewone rally, noem ik het maar even, verreden en een historische rally. De maximale snelheid is 190 km per uur. 190 km per uur. En ja. Dan vraag ik me gelijk af, waarom doe je dat, Jan? Omdat dat best wel leuk is om zo hard mogelijk over een proef te gaan. En je zal zien dat proeven zijn vaak zo uitgezet dat je die topsnelheid, die haal je nauwelijks. De bewoners weten ervan, dus die staan ook allemaal op veilige afstand. En af en toe gebeurt er wel eens een ongeluk. Maar daar valt de schade ook vaak wel mee, want ja, die auto's zijn heel goed geprepareerd. Als je kijkt wat we aan gordels hebben, wat we aan een rolkooi hebben. Weet je, zo'n auto kan echt over de kop slaan meerdere keren. Maar dat dak bij jouw gewone auto, als dat gebeurt, is je dak hier. En dan ben je ook plat. Bij onze auto kan dat haast niet voorkomen, want daar zit zo'n zware kooi in. Dat kan je wel zien. Kijk, zie je? Hier zit helemaal een kooisysteem in. Dat loopt helemaal hier door de auto heen. Het zit zelfs nog helemaal voorlangs. Dus dat loopt helemaal hier nog door. Dus ja, die auto's die zijn echt super veilig. Ja, het is een mooi gevoel dat je een auto onder controle kan hebben bij hoge snelheden. Maar vooral ook in bochten. Dus dat je, weet je, als je in een bocht, kan je dan zo'n auto dwars zetten. Dat is leuk. Weet je, als je normaal door een bocht gaat, dan wil je dat de auto keurig de route volgt die jij met je stuur aangeeft. Maar als je wat harder door die bocht wil, dan wil je eigenlijk dat de achterkant uitbreekt en dat je wat sneller door de bocht kan. Ja, dat is het leuke van dat rallyrijden. Gewoon dat je ook, en ook op de limiet rijden is toch ook wel leuk. Weet je, ergens is het toch wel spannend dat het helemaal fout kan gaan. Ja, dat geeft toch wel een soort van kick. Tenminste, daar heb ik wel, dat vind ik wel, ja. Voor mij is dit de auto, ja. Zo.